eerder gedaan, toch? Toon van Helfteren, hoe zien jullie deze ronde van de Europa Cup? Hoe zien we deze ronde van de Europa Cup? Dat is een moeilijke vraag. Wij hebben in eerste instantie ons doel bereikt. En daarmee wil ik zeggen dat we de tweede ronde bereikt hebben. Van de 32 ploegen in deze Europa Cup zijn we terechtgekomen bij de laatste 16. En dat was eigenlijk voor het team was dat een doel op wat we heel voorzichtig voor zelf uitgesproken hebben. Naar buiten toe hebben we het steeds gehad over een wedstrijd winnen. En als we er eenmaal één gewonnen hebben, gaan we kijken of we toevallig nog een tweede kunnen winnen. Eind van het liedje is dat je in de tweede serie terechtkomt. 16 laatste ploegen van Europa. En ja, eerlijk gezegd, als jij nu die vraag stelt, zou ik hem beantwoorden met wat ik net gezegd heb. We gaan kijken of we een wedstrijd kunnen winnen. En als we er één gewonnen hebben, gaan we uiteraard proberen om er nog één te winnen. En dan zien we wel waar het schip strandt. Ik denk dat we ook moeten proberen ervan te genieten, want het is natuurlijk nu eindelijk. We hebben een Frans team in Nederland, dat is voor zover ik me kan herinneren al een hele tijd geleden, dat van een goede Franse ploeg deze kant op kwam. Vanavond, we zullen een poging wagen. Ik moet zeggen, we zijn misschien een beetje onderbemand door de blessure, met name van Kennedy, ietsje minder mate van Terry Sas. En ja, wat zoals je zegt, een aanvallend hele sterke ploeg, denk ik, dat Roanne. Maar nogmaals, we staan erom bekend dat we aardig kunnen verdedigen. Dus dat gaan we vanavond ook maar weer eens proberen te laten zien. Ja, mij werd van tevoren gevraagd, hoe zie jij de kansen van Leiden in deze wedstrijd? Ik zeg, ze kunnen natuurlijk verdedigen, dat is iets waar je op terug kan vallen. Maar misschien dat de Nederlanders ook net iets slimmer zijn dan de Fransen. Ja, maar dan ga je dus praten over... Je praat nu over een Franse ploeg, waarin de Fransen eigenlijk vanaf... Ze hebben één Franse starter normaal gesproken, een schutter van 1,95 pak een beet. Verder hebben ze dan vier Amerikanen en een Nigeriaan. En met name ook de Nigeriaan, nummer 5, is een zeer goede inside-speler. En de andere Fransen die komen dan vanaf de bank. Dus dat is, het gaat niet helemaal op wat jij zegt, hè, van de Fransen. Wat ze, er zullen niet zo heel veel in het veld staan. Ik denk 1, maximaal 2 bij tijden. Dus daar zal het punt niet liggen. Ja, we hebben wel een plannetje weer klaar. En dat heeft ook te maken met het feit dat we niet over Kennedy kunnen beschikken. We zijn dus onderbemand op die positie. Nogmaals, de tegenstander heeft een hele sterke inside-speler. En ze hebben 4 schutters altijd op het veld staan. 4 mensen die echt kunnen schieten van afstand. Dus het is een kwestie weer van keuzes maken. Wat ga je proberen af te stoppen? Het is ten ene male onmogelijk om alles af te stoppen. Maar ik denk, ja, we gaan ervoor. En dan kan dat hier rust zeggen. Ik ga ervan uit dat de Fransen dit niet oppikken op dit moment. Maar we gaan echt proberen dat inside in eerste instantie af te stoppen. En vervolgens is heel hard door te roteren naar de schutters aan de buitenkant. En het is in basis van kringen bekend. Er zijn avonden dat het schot valt. En dan zal het heel moeilijk worden als dat schot van buiten gaat vallen. Maar er zijn ook avonden dat het schot een stuk minder goed valt. En dat is wat we enerzijds een beetje af kunnen dwingen door heel agressief van start te gaan. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen, dan is nogmaals keuzes inside geen scoren steken. Of zo niet mogelijk. En dan hopen dat het schot van buiten bij hem niet echt gaat vallen. En dan ja, verder zien we het wel heel waar het gaat. Thank you.